Wat is dat? Iets op mijn dak of zo. Hoi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik heb het net klaargemaakt. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gedaan. Nou ja, ik heb het gewoon in een bun. Ik heb echt de laatste tijd echt van die bad hair days. Of nou ja, ik heb gewoon geen zin om mijn haar te doen. Make-up gedaan, aangekleed. En ik ga nu naar de boeklancering van Faye Laurens. Ze heeft de influencer ontbijt. En ik ben echt benieuwd naar het boek. Ik denk wel dat ik dat ga volgen. Want ik heb besloten ook te gaan trainen. Bij Big Gym. Dus dat er zijn. Ik ga nu vertrekken en dan zie ik jullie zo. Alright, ik ben nu onderweg. En toen ik het huis uitging had ik geen jas aan. Want ik dacht, deze sweater is wel dik. Dus ik hoef geen jas aan. Oh my god, ik zat in de auto en het was echt maar 1 graden. Dus ik ben snel naar binnen gegaan en heb een jas aangetrokken. En oh my god, mijn handen bevriezen. Ik had echt gewoon schoenen open moeten pakken. It's freezing, guys. Ik ben zo blij dat ik over 2 dagen lekker naar Curaçao ga. Oh, I need that. Alright, ik ben net aangekomen en ik ga nu er naartoe lopen. Dit is aan de overkant, maar er was geen plek. Dus ik heb even verder gezocht naar een plekje en ik heb een plekje gevonden. En I'm freezing en I'm starving. Dus ik ga erheen. Kijk hoe lekker het eruit ziet. Ja, je moet het doen. Eigenlijk. Hallo. Dus ja, ik voornamelijk leren. En achteraan dat je er niet meer, dan moet je er niet meer aan drinken. Dan, want je lichaam die ziet dat is een zeno-oestrogeen, alsof het echt oestrogeen is. En daardoor sla je ook weer extra vet op. Heel ingewikkeld. Maar dat stofje, dat DIM, die zorgt ervoor dus dat sneller wordt afgevoerd, die extra oestrogenen. Dus maar ja, of je gaat elke dag broccoli eten, dan komt ook je neusgaat uit. Zo, ik zit weer in de auto. Dat was echt super gezellig. Echt lekker ontbeten. Selma en Pauline waren er ook. Dat was ook even leuk. Ik ga nu richting het werk. En ik heb een hele grote goodiebag gehad. En dan word ik een beetje bij het adem. Ik weet niet waarom. Maar die ga ik thuis eventjes nu laten zien. Want ik moet nu naar werk toe. Oh my god. Ik ben nog steeds op werk. Het is nu 6:15. En ik denk dat ik nog een uurtje langer blijf. En dat ik dan in 1 keer doorga naar Rotterdam. Ik ga namelijk mijn wimpers doen. En ik moet er om 8:00 zijn. En dat is een uurtje rijden vanaf Amsterdam naar Rotterdam. Dus ik moet 7:00 weg. En het is nu 6:15. Dus ik denk dat ik nog een uurtje langer op werk blijf. Normaal blijf ik tot 5:00 op werk. Maar ik was ook wat later begonnen. Omdat ik natuurlijk naar die boeklancering van Faye was gegaan. Dus ik dacht, dan ga ik ook wat langer doorwerken. En ik ga dus zaterdag naar Curaçao. En Queenie had alleen vandaag plek. En dat was bij haar thuis. Dus moet ik helemaal naar Rotterdam rijden. Nee, ik wil niet. Dan maak ik mijn Queenie naar mij toe. En dat vind ik zo top. Echt, I love Queenie. En ze doet mijn wimpers echt heel mooi. Dus ik heb het ervoor over om naar Rotterdam te rijden. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik heb echt trek in patat. Ik ga denk lekker even langs de snackbar hier in de buurt of zo. Patat halen en dan richting Rotterdam zo. Oh my god guys, ik kreeg net trouwens echt best nieuws ever. Ik had namelijk een bikini besteld voor 5 dag van Fendi en een hoofddoek. En ik was daarvoor ook naar de PC gegaan, dat had je in mijn vorige vlog gezien. En niemand had nog bikinis of van die hoofddoekjes. Ik wilde echt zo'n matching set, weet je. En toen sprak ik een jongen in de Mulberry, echt super lief. En hij had me die avond gemaild van, ik heb een website gevonden waar je die Fendi bikini kan bestellen. En ik had die website wel voorbij zien komen, maar ik dacht helemaal niet na, want er stond 38 Italian size. En dat is dus eigenlijk gewoon een 34 European size. En mijn moeder zei van, 38 is 34, dus dat is gewoon jouw maat, dus je kan hem bestellen. Toen was ik zo blij, dat heb ik gelijk die avond besteld. Toen had ik een andere site waar ik regelmatig op kom met hoofddoekje besteld. En dat ze alle 2 vrijdag binnenkomen, dus morgen. En zaterdag ga ik naar 5 dag. En die bikini is vandaag al binnengekomen. Yay! Dus nu moet ik hopen dat morgen het hoofddoekje binnenkomt. En nou, eigenlijk is het geen hoofddoek, eigenlijk is het een sjaaltje, maar ik gebruik het als bandana. Of ik wil het als bandana dragen. Dus ik was zo happy dat mijn vader zei dat die was binnengekomen. Echt, ach, zo happy, want ja, het zou echt zonde zijn als ik het heb besteld en ik kan het niet eens dragen voor 5 dag. Zou ik het wel houden, want ik vind het gewoon een mooi bikini. Maar het is wel top dat ik het heb voor 5 dag. En ik had ook expres naar huis laten bezorgen. Want ik dacht van, wij gaan meestal hier om 5:00 dicht. Dus dan, stel het komt na 5 of zo. Maar het was alleen de middag bezorgd. So I'm super happy. Dus nu moet ik alleen nog hopen dat morgen mijn sjaaltje op tijd komt. Guys, pray for me please.
Maar ik denk het wel. Want ik heb net Track & Trace gekeken. En het staat dat morgen wordt geleverd. So let's hope dat het ook echt morgen wordt geleverd. En dan is mijn outfit compleet. By the way, mijn outfit of the day is mijn sweater van Balenciaga. Mijn leggings van Ellie Sisters. Mijn schoenen zijn van Yeezy. En mijn jas is ook van Ellie Sisters. Alright guys, het is nu 7:30. Ik heb net eventjes eten gehaald bij de Burger King. En ik ben nu even bij Tanks John. Ik ga even een Red Bull halen. Ik had er echt trek in. En ik heb echt nog... Wat is dit voor geluid? Horen jullie dat? Weird. Maar ik heb in ieder geval nog, moet ik nog 22 minuten rijden. Dus ik ben er 15:15. Dus ik ben echt op tijd. Dus ik ga even deze zak weggooien. En even Red Bull halen. Alright, ik heb lekker mijn Red Bull gehaald. En ik heb oldtimers. Ik vind het zulke lekker erop. Echt lang niet gegeten. Dus nu kan ik weer even verder. En ik weet echt niet wat het raar geluid is in mijn auto. Wacht. Even het muziek uit. Wat is dat? Iets aan mijn dak of zo. Kijk als ik een lijf nog heb. Oh, dat is mijn mobiel. Nu hoor ik het niet. Ah. Stupid. Regendruppels die op mijn auto vielen. Maar in ieder geval, ik weet wat het is. Ik ben nu bij Queenie. Hi. En we gaan mijn wimpers doen. Dit is de situatie nu. Ik heb wel eyeliner op, is dat erg? Nee hoor. Hij stelt niet echt scherp. No. Ja, hij stelt scherp. Hoeveel weken is dit nu? Volgens mij 3 of zo. Of wat? Ja, 3 weken zoiets. Ik heb het in mijn ogen. Ja, je hebt nog wel ja, volgens mij is het 3 weken. Dus we gaan het weer mooi maken. En dan zal ik zo een beetje het eindresultaat... Ben ik nou weer waastig? Nee, ja. Nee. Ga ik zo het eindresultaat laten zien aan jullie. Spannend! Kijk, mijn wimpers zitten erop. Het is weer mooi vol. Niet te vol, heel natuurlijk. Mm-hmm. En ik ben er echt blij mee. Ik heb nu nog wel eyeliner erbij. Dat moet ik wel thuis eraf halen. Maar you did a good job, girl. Yay! Kijk, guys. Van de zijkant. Van de onderkant. Bovenkant. Ik weet niet of ik het goed film. Ja. Maar het zit er wel mooi op. En ik ben klaar voor Curaçao. Yes. Zo blij je plekje hebt. En ik zal natuurlijk weer Queenie haar Instagram in de beschrijving zetten. Zo, mochten jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie haar altijd DM'en. Toch? Ja. Helemaal goed. Alright, ik ga nu lekker naar huis toe. En dan zie ik jullie zo weer. Alright guys, ik ben net thuis gekomen en ik ben best wel moe. Het is volgens mij 10:30 nu en ik ga even de goodie bag van Faya unboxen van Faya Laurens. En ik heb mijn bikini binnen. En die ga ik ook gelijk eventjes aan jullie laten zien zo. Oké, laten we eerst beginnen met de bikini. Please, laten we hopen dat die past. Oh my god, please, 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 please. Yeah, dit ziet er wel uit als iets wat ik pas. Oh my god. Obsessed. En die topje, even kijken. Ja, dit pas ik wel. Even kijken. Waar is die? Oh, hij zit zo vast. Oké, maar dit is dus de bikini. Jullie zien hem met vuikdag of op Curaçao zien jullie hem wel beter. Want ik ga hem niet passen. Maar ik zal hem wel passen als ik hem... Of ik zal hem wel laten zien als ik hem aan heb in Curaçao. Maar zo ziet hij er in ieder geval uit. Och, ik wilde deze zo graag. Love it! Alright, kijk hoe groot deze tas is. Dus ik ga die eventjes een beetje uitpakken. Even kijken wat er allemaal in zit. Dit is een ander tasje. Het is de MJ Beauty Salon. Dus dat was waar het event is gehouden. Even kijken. Ik blijf het moeilijk vinden hoor. Dus openmaken met één hand. Maar volgens mij hebben we hier een bon dat we kunnen cuppen. Echt excited. En even kijken. Volgens mij zijn het allemaal items wat je op via haar website kan kopen. De MKB Shop. En ze verkoopt trouwens ook Ellie Sisters. Superleuk, dus neem daar een kijkje op. Dit is het boek. Ik had tegen mijn moeder gezegd, kom man, we gaan dit doen. Dus ik ga dit sowieso lezen en wellicht doen. Want ik ga beginnen met sporten. Dus ik ben super blij met het boek. Even kijken wat er allemaal in zit.
Dit is superfood. En dit zijn dus die cups. Dit kan je gewoon onder de douche kan je mee cuppen. En dit verkoopt ze ook op haar website. En daar gaat dus de cellulitis van weg. Je hebt ze allemaal in verschillende soorten maten. En ze hebben het ook voorgedaan op het event. Dus ik ga dit ook een keer proberen onder de douche. Dan is het een douchegel. Lime. Oh, jumping rope. Top. Oh, kaartje voor mij. Ik zal even lezen. Oh ja, dit is zo'n ding waar je dus mee oefeningen kan doen. Oké, guys. Dit is gewoon een sign dat ik echt moet gaan sporten. Ik ga het ook echt doen. Echt. Als ik terugkom uit Curaçao ga ik het doen. Dit is dus haar website. MKBM. My Killer Body Motivation. Dus neem er even een kijkje. Ze hebben echt leuke dingen. Maar dit zie ik wel dat sommige mensen dat om hebben. Tijdens sport, als je bijvoorbeeld gaat squatten, kan je het tussen je benen doen of zo. Of is dat niet waar? Volgens mij wel. Anders correct me, please. Vitamines. Altijd handig. Och, het staat niet scherp. En dit is dus allemaal van My Killer Body Motivation. Besef dus hoeveel spulletjes ik heb gekregen om te trainen. Dit zijn dus die elastieke banden waar je oefening mee kan doen. Touwtjes springen. Bal om oefeningen mee te doen. En dit ding. Dus Faya pusht me in de goede richting om echt naar Curaçao te gaan sporten. Dus ik ben super blij met al deze producten. Oh my god, ik ben zo moe. Ik denk dat ik alvast eventjes een vlog ga editen. Dan kan ik morgen nog vloggen en dan die editen erbij. En dan kan dat online als ik in Curaçao ben. En dan kan ik in Curaçao weer verder vloggen. Ik ben echt moe, het is inmiddels al 11:30. Dus ik ga het even snel doen, dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen guys, het is vandaag vrijdag en ik ben net op werk. Het is nu 9 uur. Ik heb eventjes een koffie gemaakt. En ik ben een beetje wit, ik heb geen make-up op, want mijn plan is om uit werk lekker naar Sunflower te gaan, naar de zonnebank. Om een beetje een kleurtje op te bouwen voor Curaçao. En omdat ik morgen naar Curaçao ga, dacht ik, ik ga vandaag nog eventjes vloggen. Dus ja. Omdat ik naar Curaçao ga en ik slaap bij Kiana, wil ik wat meenemen voor haar naar familie. Ik weet dat Kiana deze leuk vond, dus ik ga voor haar die meenemen. En voor haar moeder denk ik deze, want haar moeder vond die leuk met die straps hier, maar die is helaas uitverkocht. Dus ik denk dat dit wel een goed alternatief is. En voor haar zusje dacht ik dat deze badpak wel leuk was. Dus dit ga ik denk meenemen. Trouwens, mijn outfit of the day is Fully LA Sisters. En deze hoodie, die verkopen we dus nu weer online. Die was eerst een tijd uitverkocht en we hebben hem gerestockt. En hij is ook in het wit. En ik heb de leather legging aan. Zo comfy. Ik moet trouwens echt nog zoveel doen. Ik ga nu eerst naar de zonnebank. Daarna ga ik naar huis en moet ik nog deze vlog editen. Daarna moet ik mijn koffer inpakken. Ik moet ook nog samples doorpassen. Die zijn binnengekomen, want die moeten geproduceerd worden. En ik moet nog de goedkeuring geven daarvan. En ik moet nog de prijzen berekenen. Dus ik moet echt nog veel doen voor vanavond, voordat ik morgen wegga. Dus ik ga nu snel opschieten, het is nu 5 uur. En oh ja, ik ga de winnaar bekendmaken van de Real Techniques giveaway. En de winnaar is Mercedes. Haar Instagram komt nu hier. Als jij Mercedes een comment wil zetten met jouw e-mail, zal ik je e-mailen. En dan zal ik, als ik terugkom van vakantie, zal ik jouw Real Techniques pakketje versturen. Ik loop nu naar de zonnebank. En trouwens, ik heb die serie You helemaal afgekeken. En dan als ik nu bijvoorbeeld alleen loop, dan ben ik bang. Dus dan ga ik snel rennen. Maar die serie is zo goed, guys. Ga hem kijken. Het is wel echt psycho. Die jongen is echt psycho. Maar ik kijk nooit enge series, omdat ik altijd bang word. Dus voorlopig geen enge series meer voor mij. Want ik word gewoon bang. Echt zoveel zin om even lekker te zonnen. Ik heb trouwens deze twee crèmetjes nu. Even kijken of je scherp stelt. Ja, deze. Deze blijkt heel goed te zijn.
En deze ook. Ik ga nu deze gebruiken. Want het meisje vertelde dat deze ook pigment aanmaakt. En dat het dus wel een goede basis zal zijn voor Curaçao. Trouwens, ik gebruik het Power Plus apparaat. En dat doe ik dan 18 minuutjes. Ik doe ook een sunblock ding op mijn lippen. Dit is ook van Sunflower. Die kan je gewoon daar kopen. Dat is net... Oh, ik liet me vallen. Net eventjes een extra bescherming. En je kan het ook boven je ogen doen, zei het meisje. Want hier is je huid een beetje dun. Om het eventjes extra te beschermen. En ik ga me dus nu helemaal insmeren met deze. En door deze crème word je dus mooier, egaler en sneller bruin. Oh my god, ik ben zo bruin geworden. Yay! Base for Curaçao tomorrow. En trouwens, mijn sjaaltje is binnengekomen. Ik ben net thuis aangekomen. Toen zag ik hem liggen. Ik ga hem eventjes openmaken. Oh my god, wacht ervoor. Kijk. Dit is leuk. Ik ga even kijken of het wel dezelfde kleur is. Het lijkt een beetje een andere kleur. Oh nee. Perfect. Matchy. Jee, zo blij dat het binnen is. Echt so happy. Alright, ik ga dus nu nog een beetje werken. Samples doorpassen, prijzen berekenen. En koffer inpakken. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Don't forget to like, subscribe. En mijn volgende vlog, die zal dus in Curaçao zijn. Dus mis die niet. En dan zie ik jullie volgende week weer.